Want ik denk dat Mark Rutte en Maxime Verhagen wel vermoeden waar Job Cohen hen keer op keer mee zal confronteren. Met 1316 euro. Want 1316 euro is het bedrag dat een leraar met twee kinderen er in 2011 op achteruit gaat. 1316 euro aan stijgende kosten voor zorg, voor kinderopvang, aan huur en aan cultuur. Dat is geen links schrikbeeld, dat is de waarheid. Onze scheidende fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Han Noten, legde deze rechtse rekening voor aan Mark Rutte tijdens de algemeen politieke beschouwingen in de Eerste Kamer in december. De premier van alle Nederlanders moest schoorvoetend erkennen dat dit bedrag klopt.